Goedemorgen allemaal en welkom bij de allereerste digitale breakfast talk van Firm of the Future. Voordat we gaan beginnen wil ik twee dingen zeggen. Wij werken met Microsoft Teams zoals jullie merken. En om dat een beetje soepel te laten verlopen, verzoek ik jullie allemaal om je microfoon uit te doen. Nou, dus hier hebben de meeste mensen dat al voor elkaar. En ten tweede is het mogelijk om mij groot te zien, hoe je dat doet. Je ziet Rogier Westering staan, dat is mijn naam. En je ziet daarnaast drie puntjes. En als je op die drie puntjes klikt, dan kan je op vastmaken drukken. En als je op vastmaken drukt, dan zie je mij groot staan. Ik geef jullie ook de tijd om dat te doen. Mocht het nou niet lukken, stuur dan even een mailtje naar info@firmofthefuture.nl. We hebben een aantal mensen hier zitten en die kunnen jullie helpen met allerlei technische problemen. Nou, welkom dus. We hebben een bond gezelschap vandaag. We hebben mensen van RVO, waterschappen, gemeentes, provincies. RIVM is aanwezig. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Voor wie het nog niet weet, de Breakfast Talk is een concept dat we vorig jaar zijn begonnen. Het is een netwerkevent van ons en er komen drie talks naar jullie. En die drie talks zijn over een specifiek onderwerp. Nou, deze keer staat in het teken van het Klimaathart. Dat is ons nieuw gepubliceerde boek. En ditmaal staat in het teken van mobiliteit. Een aantal van jullie heeft ook een ontbijtje mogen ontvangen van ons. Nou, geniet er vooral van als je hem al niet op hebt. En een aantal van jullie hebben ook het boek van ons ontvangen. Veel leesplezier daarmee ook. De vragen die jullie kunnen stellen tijdens de talks gaat via de chatfunctie. Jullie zien in Microsoft Teams zien jullie een klein wolkje. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dit wolkje, en dat is de chatfunctie. Nou, na elke talk zullen we de vragen behandelen. Dus het is mogelijk om in de chat dus je vragen te stellen tijdens presentaties. Het is ook mogelijk om te discussiëren in de chat. En na afloop van elke presentatie zullen we dan de vragen die gesteld zijn behandelen. Ik zal dan ook het woord geven aan degene die de vraag heeft gesteld, zodat je hem wel zelf kunt stellen. Mocht het nou allemaal niet lukken met de chatfunctie of een of andere reden, stuur dan ook even een mailtje naar info@firmofthefuture.nl. En nou, die zullen jou in ieder geval verder helpen. Tot slot, ik sta hier niet alleen zoals jullie gezien hebben. Ik sta hier namelijk met Annie. Goedemorgen. Ik leg vandaag de Breakfast Talks visueel vast. Dat doe ik met de flip. Geen zorgen als je het niet direct kunt zien. Na elke presentatie rol ik de flip naar voren en geef ik een samenvatting van de presentatie. En aan het einde van de Breakfast Talks krijgen jullie de hele visualisatie toegestuurd. Ja, dankjewel Annie. Dat was eigenlijk de introductie die ik wilde geven. Ik ga nu verder met waar jullie hiervoor zijn, namelijk het programma. Daarvoor deel ik weer even mijn scherm. Het programma ziet er als volgt uit. Jullie hebben drie spetterende talks van ons te goed. We beginnen zo meteen met de mobiliteitsvisie 2050 door onze eigen mobiliteitsexpert Twan. Daarna gaan we door naar Luca. Luca is een afval van of een auto gemaakt van grotendeels afval. En Matthijs van TU Ecomotive gaat jullie daar alles over vertellen. Matthijs is de Public Relations Manager bij TU Ecomotive. En tot slot eindigen we met Sascha Hogendoorn. En Sascha, dat is de directeur van het Mobility Innovation Center. En die gaat jullie alles vertellen over het Outdoor Mobility Dashboard. Nou, volgens mij een heel vet en mooi programma. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik wel benieuwd naar hoe jullie nu denken over deze drie onderwerpen. En dat gaan we doen middels een korte Kahoot. Namelijk de ontbijt Kahoot.
Ik heb drie vragen voorbereid voor jullie. Die betrekking hebben op de drie talks die jullie zo meteen gaan horen. Nou, wat ik wil dat jullie gaan doen is, ga naar kahoot.it of open de app. Dit kan met je telefoon, dit kan met je computer, dit kan eigenlijk met elk mobiel device. Dan zien jullie zo meteen een pin in beeld komen. En die pin die kunnen jullie dan invoeren en dan kunnen jullie een nicknaam geven aan jezelf. Dat mag gewoon je eigen naam zijn hoor. En daarna zal ik de Kahoot starten. Ik start ook even hier zelf de Kahoot op. En dan zie je zo meteen de pin in beeld verschijnen. Mocht het wederom niet lukken, laat het dan even weten via info@furmonsfuture.nl. En dan zullen zij jou ook verder helpen met eventueel vragen over de Kahoot. Ik deel even mijn scherm weer met jullie. Komt-ie? De Kahoot ziet er als volgt uit. Jullie zien als het goed is allemaal zo meteen een paars scherm. Ja. En de pin is 5789292. Ik geef jullie heel even de tijd om hier in te komen. En dan start ik over een paar minuten de Kahoot. Ik heb dus, zoals ik al zei, ik heb drie vragen voor jullie klaarstaan. Dat zijn allemaal WordCloud vragen. Dat betekent dat jullie 20 tekens hebben om een antwoord te geven op de vraag die ik zo meteen ga stellen. En na afloop van elke vraag zal ik deze kort met jullie doornemen en behandelen. Ja, ik heb ondertussen al 25 deelnemers in de Kahoot zitten. Dus ik ga hem starten. Zitten jullie klaar voor de eerste vraag? Dan komt die. Breakfast Talks mobiliteit. Zoals ik al zei, het is een WordCloud vraag. 20 tekens. Hoe verplaatsen mensen zich door de stad in 2050? Dat kan van alles zijn. Denk je dat dat nog een auto's is? Denken jullie dat dat door de lucht is? Gaan we allemaal hardlopend? Gaan we zwemmend? Roeiend? Vliegend? Noem het maar op. Wat denken jullie dat hoe mensen zich verplaatsen door de stad in 2050? We hebben nog een kleine 30 seconden en ik zie de antwoorden binnenstromen. Ik heb al 11 antwoorden. Ja. Komen ze. De WordCloud bouwt zich op. De laatste 15 seconden. Ja. Bijna alle antwoorden binnen. Wacht nog op één persoon. 8 seconden, 7 seconden, 6, 3, 2. Oké, de antwoorden zijn allemaal binnen. Ik zie heel veel verschillende antwoorden staan. Onder andere drones, elektrisch aangedreven heel veel. En ook nog steeds veel fietsen en lopen. Dus dat is in 2050 voor jullie ook nog niet uit. En autonome deelauto's zie ik onder andere. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die plan hier tegenaan kijkt. Dat krijgen jullie zo meteen te horen. Gaan we door naar de volgende vraag. De tweede vraag. Ook een WordCloud vraag. Weer 20 tekens. Waar worden auto's van gemaakt in de toekomst? Dus waar worden auto's van gemaakt? Is dat van papier? Is dat van misschien wel afval? Is dat van metaal, aluminium? Noem het maar op. Waar denken jullie dat auto's van worden gemaakt? Of denken jullie dat er helemaal geen auto's meer zijn? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een antwoord. Dus waar worden auto's van gemaakt in de toekomst? En dan weer 20 tekens om het in te vullen. Dus je antwoord moet wel een beetje kort zijn. En waar worden die auto's van gemaakt? De eerste antwoord is stromen allemaal binnen. We hebben nog een kleine 15 seconden voor de vraag waar worden auto's gemaakt in de toekomst.
Ik ben heel benieuwd wat jullie ideeën hierover zijn. Gaan we nu bekijken. Laatste, ja. Ik zie bamboe staan, algen zie ik staan, ook een hele innovatieve. Reused, veel gerecycled, bioafbreekbaar, circulaire materialen en recyclebaar plastic onder andere. En carbon, dat is ook wel interessant. Nou, we gaan zo meteen te horen krijgen van Matthijs waar Luca van gemaakt is. En dat is misschien ook wel de inspiratie voor hoe auto's in de toekomst in elkaar gaan zitten. Ga ik door naar de laatste vraag alweer van deze boot. Zelfde format, weer een WordCloud vraag. En de laatste vraag is, waarom is een dashboard belangrijk boven mobiliteit? Dus waarom zou een dashboard belangrijk zijn bij mobiliteit? Weer een minuutje om daar een antwoord op te formuleren. Je kent het concept inmiddels. Alleen nu gaat het om de vraag, waarom is een dashboard belangrijk bij mobiliteit? Onze laatste spreker van vandaag, Sascha, die heeft een auto mobility dashboard ontwikkeld. Dus die gaat het een en ander ook vertellen. Straks over dashboarding en mobiliteitsvraagstukken. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar op dit moment tegenaan kijken. Dus waarom is een dashboard belangrijk bij mobiliteit? Nog 10 seconden om daar een antwoord op te formuleren. Ja, de laatste 5 antwoordstromen allemaal binnen. Dat is heel goed. Gaan we naar de antwoorden. Ik zie een aantal, ik zie heel veel verschillende soorten antwoorden staan. Verduurzaming, onder andere overzicht. Heel groot, meten is weten. Knoppen draaien, aan welke knoppen moeten er gedraaid worden? Ook een beetje inzicht. Connectiviteit zie ik onder andere staan. Nou, toch wel een hele diverse groep aan antwoorden, zo te zien. Ik ben heel benieuwd wat Sascha zo meteen gaat vertellen over het Mobility Dashboard. Dat was de Kahoot. Heel interessant om te zien en te lezen hoe jullie nu tegen deze onderwerpen aankijken. Dan is het volgens mij echt tijd om door te gaan met de talks. Ik ga eerst stoppen met delen in mijn scherm. Yes! Dat was de Kahoot. De introductie is achter de rug. Ik hoop dat jullie inzicht hebben gekregen hoe andere mensen tegenaan kijken. En dan is het tijd voor de eerste talk. En daarvoor wil ik het woord graag geven aan Twan. Twan, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Rogier. Goedemorgen allemaal, deze vroege ochtend toch wel. Ik zal mijn presentatie met jullie delen. Daar komt die. Het is goed dat jullie nou mijn presentatie in beeld. Dus welkom bij de Mobiliteitsvisie 2050. Ik sta hier namens Firm of the Future. En zoals de presentatie zegt, wij zijn inspired by nature. Dat heeft ons tot het volgende boek gebracht eigenlijk. Het is het derde boek van Firm of the Future, het Klimaathart. Waar ook hier net al een korte introductie op heeft gegeven. En ook waar deze reeks van breakfast talks in het thema van zal staan. Het Klimaathart is eigenlijk vanuit de biomimicry gezien een metafoor voor de integrale aanpak van duurzaamheid. Net zoals een normaal hart werkt het Klimaathart ook via twee kanten, met boezems en met kamers. En een hart werkt eigenlijk in een bepaald ritme. En dat ritme moet zo min mogelijk verstoord worden. Op dit moment staan we eigenlijk op de vooravond van een, je zou het bijna een hartinfarct kunnen noemen, omdat het ritme langzaam zeker verstoord wordt. Ook omdat wij maar één klein ding aanpakken van, dingen die er spelen. Zoals het ritme eigenlijk ook in het lichaam een grote belangrijke functie heeft, is het ook in het milieu zo. En de functie die het lichaam heeft, is eigenlijk het rondpompen van bloed, het rondpompen van zuurstof. En daarmee transporteren. En daarmee transporteert het hart eigenlijk bloedcellen. En deze bloedcellen die kunnen we eigenlijk zien als mobiliteit van onze wereld. Dus dat is waar ik vandaag een klein inzicht in zal willen geven. Dit is eigenlijk mobiliteit, het eerste deel van het Klimaathart, het eerste deel van deze reeks. Dus laten we snel verder gaan.
Mijn collega's hebben, even doorklikken. Mijn collega's Dier en Dennis die hebben een tijd geleden een vlog gemaakt over mobiliteit. Dus daar wil ik even mee starten, dus die zal ik jullie nu tonen. Oeps, daar raak ik. Hallo allemaal. Elke week heb ik een afspraak met iemand van Firm of the Future om te praten over hun toekomstvisie 2050. Zo ook deze week. Ik heb dit moment gesproken met Dennis, maar ik zie hem nergens. Ik zie alleen maar een step staan. Ik vraag me wel af waar die ondertussen... Hey Dennis! Hey, welkom bij Dennis Mobility Experience. Nee, Dennis, dat is mijn tekst. Kun je anders wat vertellen over mobiliteit in 2050? Ja, heel veel. Laten we beginnen bij persoonlijk vervoer. Oké, nou, let's go. In 2050 zijn drie niveaus van persoonlijk vervoer te onderscheiden. Microvervoer voor korte afstanden. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische steps, segways of gewoon de fiets. Mesovervoer voor middellange afstanden. En macrovervoer voor lange afstanden. Zo Dennis, dat was een lekker rondje. Zeker! Dus als we vanaf hier naar de stad gaan, dan doen we dat met deze voertuigen. Klopt. Dit zijn dan typisch microvoertuigen. Het is een leuke en bovenal duurzame manier van vervoer voor korte afstanden. Oké, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd geworden naar de mesovoertuigen. Zullen we daar eens naartoe gaan? Laten we dat doen. Dit is nou typisch zo'n mesovoertuig. Net als deze zijn ze in 2050 autonoom. Maar ze zullen dan met name vliegen. Het zijn een soort van vliegende pots. Dus dat betekent dat ik helemaal niet meer zelf op zou rijden? Nee, dat klopt. Waar we nu vervoer met name ervaren als reistijd, zal het in de toekomst eerder een plek zijn om in te relaxen of een hobby om in uit te voeren. Nou, dat is handig. Doe mij ook maar zo'n ding voor de deur dan. Nou, die ruimte kun je jezelf besparen. Want in 2050 zijn ze gedeeld. En als ik bijvoorbeeld op reis wil naar een ander land, hoe lang ben ik dan onderweg? Dat ligt er natuurlijk aan waar je naartoe gaat, maar in de meeste gevallen zal het niet langer duren dan 30 minuten. 30 minuten? Dat is aardig snel. Kunnen die voertuigen zo snel? Nee, dat niet. Maar daar hebben we natuurlijk het macrovervoer voor. Het macrovervoer kun je eigenlijk zien als een lege capsule waar de mesovoertuigen zich in kunnen vestigen, om zich zodoende sneller over lange afstanden te verplaatsen. Eenmaal in land van bestemming zou het mesovoertuig zijn rit in dat land vervolgen. Voorbeelden hiervan zijn de Hyperloop of een Space Shuttle die je via de ruimte naar een ander land brengt. En hoe zit het dan met pakketjes? Worden die net zo snel bezorgd? Voor goederenvervoer maken we ook onderscheid tussen micro, meso en macrovervoer. Het grootste gedeelte van de goederen wordt via het microvervoer bezorgd. Dit zijn zelfrijdende minivoertuigen en drones zoals deze, die pakketjes direct op plaats van bestemming afleveren. Leuk deze kleine drones, maar als we nou wat grotere pakketten hebben, hoe gaan we die dan laten bezorgen? Maar kan het nou echt niet via één of meerdere van dit soort of iets grotere drones, dan hebben we nog altijd het mesovervoer wat we kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld vliegende gekoelde pots voor transport van voedsel. En als ik het goed begrijp, dan kunnen we dat mesovervoer kunnen we integreren in dat macrovervoer. En op die manier kunnen we eigenlijk zonder overstappen heel snel onze pakketjes laten bezorgen. Exact. Oké, duidelijk. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jou, Dennis. Hoe zit het met afval? Want we hebben natuurlijk geen auto's en vrachtwagens meer. Hoe gaan we dat ophalen dan? Dat ga ik je laten zien. Ga je mee? Dennis, waar zijn we? Dit is nou een riolering. In 2050 gebruiken we de riolering niet meer voor het afvoeren van ons afvalwater. Maar deze buizen verbinden wel alle huizen in Nederland met één centraal punt, namelijk de zuiveringsinstallaties. Deze kunnen wij zodoende mooi gebruiken in de toekomst voor het afvoeren van ons afval. Dus je zegt eigenlijk dat ik straks mijn afval gewoon door de wc ga spoelen? In plaats van een toilet zal je het afval deponeren in een afvalcontainer die aangesloten is op het rioolstelsel. Via een rioolrobot die zich een baan manoeuvreert door het stelsel, komt het afval uiteindelijk terecht op een sorteerplek aan de rand van de stad. Dat is handig. Dus als ik alles van deze week samenvat, dan hebben we in de toekomst micro, meso en macro vervoer voor zowel onze goederen als personen. Hebben we autonoom vervoer voor mensen en middelen dat op een ontspannen en leuke manier ons van A naar B brengt. En we gebruiken het rioleringsstelsel om ons afval te transporteren. Volgende week heb ik weer een afspraak bij Firm of the Future. Dan spreek ik Deeltje en die gaat me alles vertellen over de toekomst van stad. Dus dan zie ik jullie dan. Alright, dankjewel Rogier en Dennis. Even kijken, zo.
Goed, met transport in de toekomst. Wij zien ook steden in de toekomst als een ander design. We zien het meer als een centraal punt, we noemen het een kennisplein, waarin zich alle kennis zal ontwikkelen en rondom dat kennisplein zullen verschillende lobben ontstaan. Lobben waar veel groen in zal zijn, waar mensen lekker in kunnen wonen, kunnen werken, maar ook heel veel water en heel veel plek voor recreatie kan zijn. En buitenom die lobben komt er eigenlijk een nieuwe productiering, waar bedrijven, terreinen, industrie zich zal vestigen, zich zal ontwikkelen. En per ring, per regio is natuurlijk een andere transportbehoefte. Denk rondom de kennispleinen aan last mile transport. Denk hierbij aan vooral echte kleine microvervoersdingen, elektrische stepjes, segways, hoverboards, eenwielers, allemaal dat soort dingen. Zoals mijn collega's net ook hebben aangegeven, personenvervoer zal ook gaan veranderen. Het zal ook meer zich gaan specialiseren op deelvervoer, op CO2-neutraal vervoer, het zogenaamde mesovervoer. En de goederen en logistiek zullen ook breder inzetbaar worden, maar het zal ook meer via de lucht gaan. Er zullen ook meer met drones gaan werken. In Amerika zijn ze zelfs op dit moment al aan het testen met Amazon om te bezorgen via drones. Dus het is een zeer aannemend dat dit in de toekomst ook zeker het geval zou kunnen gaan zijn. Dan klikken we eventjes door. Hier zie je bijvoorbeeld het voorbeeld van last mile transport. Dat zijn onze eigen collega's ook. In het bos achter ons terrein. Wij testen het zelf ook. We hebben bijvoorbeeld een elektrische step. Maar ook een last mile transport kan ook nog steeds wandelend zijn. Dat veel mensen ook hebben aangegeven net in de Kahoot-quiz van hier. Daarnaast de e-bike zal ook altijd blijven bestaan. De fiets zal waarschijnlijk ook nog steeds een groot deel zijn. Maar echt rondom die kennispleinen, rondom het laatste stukje transport in de stad, zal het vooral over kleiner vervoer worden, minder auto's, minder vervuiling. En ook meer ruimte in de stad om te ontwikkelen en meer groen te kunnen planten. Want dat is natuurlijk waar iedereen hartstikke gelukkig van wordt. En daarnaast zullen we steeds meer gebruik maken van drones, zelfrijdende auto's, robots en ons transport. Voor het personenvervoer. We hebben dus nog steeds het last mile transport, echt van de stad, maar daar ben ik net diep in gegaan. Gaan we tussen steden of wat grotere afstanden in de steden reizen, dan komen we meer uit op de pots, de autonome pots. Die kunnen wat meer mensen tegelijkertijd meenemen, zullen hoogstwaarschijnlijk ook deelvoertuigen zijn, deelvervoer, waarin meer mensen bij elkaar passen en mits het coronavirus natuurlijk weer onder bedwang is, maar ook wel meer mensen bij elkaar passen en wat meer mensen tegelijk kunnen reizen. Gaan we buiten de stad of gaan we verdere afstanden, gaan we naar macrovervoer. En dat macrovervoer zal bestaan uit meerdere gekoppelde mesovoertuigen. Om op die manier internationaal vervoer ook mogelijk te maken. Binnen de stad, dat ben ik nog vergeten te vertellen net. Binnen de stad zullen de mesotransportvoertuigen, het deelvervoer zal vertrekken vanaf geïntegreerde transporthubs. Die zitten in de stad, waardoor ze vanuit een bepaald punt kunnen gaan en kunnen van A naar B kunnen gaan. En vanuit het punt waar de hub eindigt, neemt men dan een last mile transport om tot de laatste kilometer te komen of tot de laatste eindbestemming. Dan het goederen- en logistiek verhaal. Dus eigenlijk, hoe gaan we pakketjes verzorgen, hoe gaan we pakketjes vervoeren, hoe gaan we grote boodschappen doen. Dat gaat ook weer binnen de stad met last mile transport, nu ook met drones. Zoals ik net ook in mijn voorbeeld aangaf van Amazon. Zal vanuit één centrale drone, zullen kleine drone'tjes gaan naar mensen thuis om het bij u op de stoep af te komen leveren. Daarnaast hebben we autonoom verticaal opstijgende vliegtuigen voor zowel internationaal als intercontinentale transportwegen. Dus in de toekomst gaan we veel meer transport doen via de lucht. Daar is heel veel ruimte nu nog. Het is zeker druk, maar als we dat anders gaan indelen met beter onderscheid in de luchtlagen en kleinere voertuigen, dan kunnen we daar veel meer gebruik van maken. En als laatste over het goederen- en logistiek verhaal. De goederenoverslag in de, zoals we nu noemen, de distributiecentra, zal een stuk autonomer worden, waardoor het proces een stuk efficiënter zal verlopen. Mocht u meer informatie willen, dan lees vooral ook een boek door voor de mensen die het hebben. En ja, u kunt altijd mailen of op onze website kijken. En dan, Rogier, gaan wij terug naar jou. Ja, dankjewel Twan voor deze prachtige talk over de toekomst van mobiliteit.
Ik kijk even naar de chat en ik zie tot op heden nog geen vragen binnenkomen. Je hebt gewoon de kans om nog steeds je vraag te stellen. Dus stel hem ook vooral via de chat. Als je een vraag hebt, dan geef ik je even het woord en dan kun je je vraag aan Twan stellen. Tot die tijd, Twan, ik heb natuurlijk ook meegeluisterd met jouw talk. En je hebt het over de last mile transport gehad. En ik ben gewoon heel benieuwd. We hadden het over fietsen en lopen. En dat blijft volgens jou ook nog bestaan. Maar waarom is dat last mile van de toekomst nou een toegevoegde waarde dan? Op de huidige manier van transporteren? Nou, hier is een goede vraag. Het is voor het fijne aan last mile transport is dat het een stuk kleiner is dan de manier waarop wij nu ons last mile transport doen. Er komt veel meer ruimte in de stad op die manier. Er is minder vervuiling van uitstoot. Dus er is ook veel meer ruimte om de stad om te kunnen bouwen naar iets anders. Naar een veel groenere omgeving. Waar veel meer plek is voor recreatie. En op die manier passen gewoon uiteindelijk ook meer mensen. Ja, niet per se meer mensen, maar dat past gewoon meer in de stad. Zonder dat het heel erg druk voelt. Of zonder dat er heel veel chaos zou ontstaan. En natuurlijk een last mile transport. Je kan... Tot een zekere hoogte kan je lopen, maar je kan ook niet alles belopen. Dus op dat moment komt inderdaad of de old-fashioned bike, de old-fashioned fiets komt nog steeds naar voren. Of in de toekomst de Segway, de e-step, de eenwielers en noem het maar op. Ja, exact. Dus voor jou heeft het daadwerkelijk heel veel toegevoegde waarde. En je schetst natuurlijk een bepaalde toekomstvisie in je talk, zowel op micro, meso als macro vervoer. Maar we zijn daar natuurlijk nog niet. Wat zijn volgens jou dan de belangrijkste hobbels die we moeten nemen om in die toekomstige wereld te komen? Een grote hobbel die we denk moeten nemen is ook de aanpassing die we als mens moeten doen. Wij zijn als mens natuurlijk heel goed in het aanpassen van ons gedrag en onze manier van leven. Kijk naar de evolutie, hoe wij geëvolueerd zijn. En ik denk dat dit ook vooral een hele grote manier is voor wennen. Misschien een persoonlijk voorbeeld. De eerste keer dat ik op een elektrisch microvoertuig stond, dacht ik ook van oei, hoe gaat dit? Maar ondertussen ben ik er helemaal aan verkocht. En eigenlijk is het ook heel leuk om erop te staan. Dus ik denk dat vooral het belangrijkste is hoe mensen naar gaan kijken. Het gedrag van de mens en de houding van de mensen richting dit soort vervoersapparaten, voertuigen. Ja, oké. We moeten het eigenlijk een soort van gaan omarmen met z'n allen. Ik zie ondertussen een vraag binnenkomen via de chat. Matthijs de Groot, die heeft een vraag over brandstoffen en vliegen. Matthijs, mag ik jou heel even het woord geven om je vraag te stellen aan Twan? Ja, ik hoop dat jullie mij horen en zien. Ja, eigenlijk staat hij er al. Ik was benieuwd, met name dat lange afstandsverkeer zag er erg futuristisch uit. Met apparaten in grotere apparaten, als ik het even in Jip en Janneke taal zeg. En ik vroeg me af op welk soort brandstoffen dat allemaal gaat en hoe we dat CO2-neutraal gaan regelen. Ja, goede vraag. Ik denk dat is natuurlijk ook een deel ontwikkeling. Dat is op dit moment, helaas is daar nog niet heel veel mogelijk. Hoewel, op dit moment wordt er wel heel veel geëxperimenteerd met waterstofdrones, met elektrische vliegtuigen. Dus toevallig laatst is een elektrisch vliegtuigje in test genomen. Die met een passagier en een piloot al 50 minuten in de lucht kan blijven. Dus er wordt wel ook gekeken naar een elektrische of waterstof. Brandstof ook voor langere vervoer. Toevallig las ik gisteren dat TU Delft heeft een waterstofdrone ontwikkeld. Een droontje van 13 kilo die waterstof omzet in energie. Eigenlijk hetzelfde bij een waterstofauto. Dus dat zijn dingen die daar wel mee kunnen spelen. Ook een iets wat wij in de visie hebben omschreven, wat waarschijnlijk een grote brandstof zal worden, zal een kernfusie zijn. Maar dat is natuurlijk echt nog iets heel, heel futuristisch, heel ver weg in de toekomst. Wat natuurlijk wel een schone manier ook kan zijn van de brandstof. Ja, als je vraag zo helemaal... Hey, dankjewel. Ja, ik kan het hebben hoe realistisch dat allemaal is. Ja.
Maar bedankt. Oké, dankjewel voor je vraag, Matthijs. Ik heb nog ook een vraag voor jou, Twan. Mm-hmm. Je hebt het namelijk gehad over de plaatsing van goederen binnen de stad en binnen de productiering. Hoe zie je dat voor je? Je gaf gewoon voorbeeld dat dit met drones gaat gebeuren. Dat Amazon daar al een test voor doet. Is dat alleen via drones? Nee, dat zal natuurlijk ook nog steeds via ons normaal of via het wegennet kunnen gaan. Maar grotere afstanden zullen ook zullen via drones gaan. Kleinere afstanden kunnen ook via bijvoorbeeld gekoelde pots gaan. Dus er zijn wat grotere drones, bijvoorbeeld, als het gaat om voedsel. Dan kan het ook gaan om gewoon een gekoelde pot die vliegt van de productiering naar de geïntegreerde hub in de stad. En met daar kan het weer met last mile transport weer verplaatst worden naar de voordeur van de klant. In de toekomst ook goederen getransporteerd kunnen worden. Dus het is eigenlijk een combinatie weer. Juist. Ja. Ja. Oké, helder. Als er verder vanuit jullie geen vragen meer zijn over de talk van Twan, dan kijk ik even naar mijn partner in crime, Ellie, die naast me op druk bezig is om de laatste dingen af te ronden. Ellie, wat heb jij allemaal gezien gedurende de talk? Het ging heel snel. Even kijken. Mobiliteitsexpert van mijn vuur. Begin is, voor ons klimaathart dreigt een infarct. We hebben gekeken naar het filmpje. En vervolgens de basis eigenlijk voor de talk was dit stadsontwerp. Waarin je de stad in het midden hebt en een transportring daarbuiten. Daarin heb je verschillende soorten transport. We hebben last mile transport, dan heb je het over stepjes, fietsen. Segways, one-wheelers, allemaal hele mooie voertuigen. Personenvervoer gaat ook via drones, maar ook bijvoorbeeld nog via deelauto's. En we hebben goederentransport voor pots. En ook transport op grote afstand, waarin je pots en drones ook in een ander voertuig kan zetten, die vervolgens het laatste grote transport doet. Ik heb een tweetal vragen opgeschreven. Gaan we eigenlijk nog wel lopen in de toekomst? Ja, dat gaan we wel. Maar zodra het iets verder wordt, dan vallen we toch terug op de last mile transport. En op welke brandstof gaat het grote vervoer nou eigenlijk straks? Wat we nu voor ogen zien is dat we daar waterstof voor hebben en kernfusie. Super. Nou, dankjewel voor deze korte samenvatting van de eerste talk, Ellie. Dan is het tijd om door te gaan naar Luca. De tweede talk van vandaag. En daarvoor wil ik het woord graag geven aan Matthijs van TU Ecomotive. Matthijs is... Goedemorgen. Even kijken, dat schuss kunnen jullie allemaal zien. Dan zal ik ook even mijn scherm gaan delen, de presentatie ook te zien is. Zoals al gezegd, ik ben Matthijs van het studententeam TU Ecomotive. Wij zijn een team van studenten die de afgelopen anderhalf jaar hard hebben gewerkt om een auto te maken. En daar wil ik jullie wat meer over vertellen. Maar voor ik echt inga op wat wij doen, wil ik eerst even beginnen met uitleggen wat nou een studententeam is. Wellicht kennen jullie sommigen ook het concept een beetje. Maar anders leg ik het nog even uit. En eigenlijk lijken de studententeams heel erg op een start-up. Dus ik heb even een aantal eigenschappen van een start-up hiernaast gezet. En net als start-up kijken wij ook naar nieuwe technologieën en nieuwe concepten. En in ons geval kijken we dus bijvoorbeeld naar duurzame mobiliteit. We werken in een klein team. Onze auto is gemaakt met 22 studenten, waarvan eigenlijk maar 5 fulltime. En de rest allemaal part-timers. Dus we hadden echt beperkte mankracht, maar. Bijvoorbeeld een vrij korte doorlooptijd. Dus ons project duurde anderhalf jaar. En na anderhalf jaar wisselen wij ook weer door. Dus we zijn nu ook weer hard op zoek naar bijvoorbeeld een nieuw team die weer een nieuwe auto kan gaan bouwen. Dat zijn eigenlijk dingen die ook wel overeenkomen met de start-up. Maar het laatste punt, daar verschillen wij ervan. Wij hoeven namelijk geen winst te maken. En dat is eigenlijk een heel groot voordeel voor ons.
Want we hoeven dus niet rekening te houden bijvoorbeeld met aandeelhouders die ons de kant op kunnen duwen bijvoorbeeld dingen waar meer winst te halen is. We kunnen dus eigenlijk echt doen wat wij zelf willen. Dus we kunnen kijken in het begin van het jaar van wat vinden wij nou cool om te doen en waar denken wij dat we winst kunnen halen, als een natuurlijk winst in ontwikkelingen. En dan kunnen we dat gaan doen. En daar zijn we dus heel vrij. En dat is dus eigenlijk een beetje hoe een studententeam werkt. En er zijn heel veel van deze teams. Ook op de TU Eindhoven ook zijn bijvoorbeeld het Solar Team. Kennen veel mensen wel. Teams trainen aan een raceklasse. En wij focussen eigenlijk op duurzame mobiliteit. En dat trekken we heel breed. Dus ons team is ooit begonnen met deelname aan de Shell Eco-marathon. Dat is eigenlijk een race om niet om snelheid, maar om juist zo duurzaam mogelijk te rijden. Of zo zuinig mogelijk. En naarmate dat vorderde, waren we ook, kwamen we erachter dat ook tijdens het productieproces en bijvoorbeeld na de levensduur van de auto's, dat daar ook nog veel winst te halen valt. Dus hebben we eigenlijk ook bedacht van, nou, dan gaan we kijken naar materialen waar auto's van zijn gemaakt. Zo eigenlijk het totaalplaatje kloppen te maken. En elk jaar willen we ook weer kijken naar andere problemen. Dus zo is er bijvoorbeeld ook een auto, modulaire auto gemaakt, zodat als er iets veranderd moet worden, dat het heel makkelijk om te wisselen is, dat er geen volledig nieuwe auto hoeft te komen. En er zijn ook auto's gemaakt van volledig biologische materialen, in dat geval bijvoorbeeld glas en suiker. Maar in het algemeen willen wij blijven bij deze drie pilaren, om het even zo te noemen, de reduce, reuse en recycle. We willen dus het gebruik van materialen ook verminderen en ook de uitstoot tijdens productieprocessen. Waar mogelijk willen we natuurlijk dingen hergebruiken. We vinden wat dat betreft een beetje onzin om dingen opnieuw te maken als je oude materialen hebt die nog hartstikke goed zijn. En we willen natuurlijk ook recyclen en dat we niet alleen al gerecycled materialen implementeren in de auto, maar ook zorgen dat na de levensduur het ook weer gerecycled kan worden. Dus toen wij anderhalf jaar geleden begonnen, wilden we ook weer een nieuw concept uitdenken rondom deze drie pilaren. Toen gingen we eigenlijk zoeken van, wat zijn nou hedendaagse problemen waar wij kunnen gaan zoeken naar een oplossing. Op een gegeven moment kwamen we dit tegen. De wereldpopulatie is momenteel enorm aan het stijgen. Het zit nu al op 7,8 miljard mensen. En wordt verwacht rond 2050 al 10 miljard zijn. En ook daarnaast groeit ook de economie. Dus mensen willen ook steeds meer dingen. Dus iedereen wil natuurlijk een smartphone. Misschien één of meerdere auto's op de oprit. En eigenlijk kost het allemaal materialen. En we gebruiken op dit moment ook zoveel materialen dat eigenlijk de aarde het niet meer bij kan benen. En we zijn dus reserves aan het opgebruiken. En voor nu gaat het allemaal nog goed, maar die reserves zijn er nog. Maar op een gegeven moment zal dat ook verdwijnen. Dan is natuurlijk wel een groot probleem. Dat is eigenlijk iets wat we kost wat kost moeten voorkomen. Dus we gebruiken te veel materialen. Maar aan de andere kant hebben we ook dit probleem. Elk jaar maakt de mensheid namelijk 2,1 miljard ton afval. En dat is een gigantische hoeveelheid. Dus toen we ook voor het eerst hoorden, ik had er niet echt een beeld bij. Maar we hebben wel even wat berekeningen gedaan. Dus als we het Philips Stadion nemen, dat komt uit Eindhoven, kan je met deze hoeveelheid afval dat 7380 keer helemaal tot de rand toe vullen. Het is een enorme hoeveelheid afval. En eigenlijk als je kijkt naar wat daarmee wordt gedaan, dan wordt maar een heel klein deel gerecycled of gecomposteerd. Het komt wereldwijd ongeveer op 19% uit. En veruit het grootste deel, namelijk 70%, belandt op een vuilnisbelt. Zoals bijvoorbeeld te zien is op deze foto. Dus dat is helaas toch het dagelijkse leven van veel mensen. En op een gegeven moment zullen wij ook hier de gevolgen daarvan gaan ervaren. Want dit draagt ook heel erg bij aan het broeikaseffect. Komt bijvoorbeeld bijna een vijfde van alle methaanuitstoot, wat ook een heel potent broeikasgas is, komt van deze vuilnisbelten. En toen we dat zagen, hadden wij zoiets van, waarom wordt het eigenlijk allemaal weggegooid? En wij denken dat er nog veel meer gedaan mee kan worden. Wij dachten daarom van, we gaan een auto maken van afvalmateriaal. En dat heeft natuurlijk even geduurd. We hebben de auto van helemaal niks ontwikkeld, dus ook de ontwerpen gemaakt. Tegelijkertijd waren ook de mechanische mensen bijvoorbeeld bezig met tekeningen van het chassis en dergelijke, materiaalonderzoeken. En uiteindelijk is het gelukt. Er was natuurlijk wat vertraging door de situatie van momenteel. Dit is hem dan geworden.
Dus dit is de zesde auto die ons team al heeft gemaakt. Dus hij heet Luca, dus ja, uiteindelijk is daar eigenlijk gewoon ongestemd. Dus er zit verder niet heel veel achter de naam. Maar we wilden ook met deze auto echt laten zien dat duurzaamheid niet per se saai hoeft te zijn. En we wilden ook echt een mooi ontwerp maken. Dat is natuurlijk subjectief. Maar ik vind hem in ieder geval hartstikke mooi om hem te zien. En eigenlijk is hij echt nog mooier. En naast het natuurlijk dat de buitenkant er mooi uitziet, dan gaat het eigenlijk ook een beetje om de binnenkant. Hoe we nou dat afval erin hebben verwerkt. En de basis van het chassis, dus onderstel van de auto, waar echt de kracht op komen, wat heel stijf moet zijn, is gemaakt van dit materiaal eigenlijk. Dus een klein stukje natuurlijk. En het is een materiaal dat is ontwikkeld door ons team zelf. En het bestaat uit vlas en recyclede plastics. Dus we krijgen vlas, is een plant, kan eigenlijk in elk gematigd klimaat groeien. Er zitten hele sterke vezels in. En die vezels, je hebt toch iets van een vezel nodig om echt sterkte te krijgen. Dus we hebben meerdere lagen vezels op elkaar gelegd. Maar dat moet wel bij elkaar gehouden worden. Dus daarom hebben we plastic uit de oceaan. We kregen dat wel natuurlijk aangeleverd, maar het is recycled. En dat is eigenlijk over de vlasvezels heen gesmeerd. En vervolgens is dat samen geperst, dus maar onder hitte, om het één plaat te maken. Dat zijn eigenlijk de bovenste en het onderste laag, een beetje dat bruin-wittige. En dat geeft voor een heel groot deel al de sterkte. Maar om het materiaal helemaal af te maken, hebben we nog de kern die in het midden zit nodig. Dat is gemaakt van gerecyclede petflesjes. Dus waarschijnlijk kent iedereen die wel. En door dit eigenlijk ook zo te doen, kunnen we de levensduur van pet bijvoorbeeld ook heel erg vergroten. De meeste plastics zijn namelijk maar ongeveer 10 keer te recyclen. Dus natuurlijk, 10 flesjes gaan wat minder lang mee dan 10 auto's. Dus eigenlijk willen we ook laten zien dat ook de plastics ook heel mooi zijn en goed om te gebruiken. Het kan in veel toepassingen. Maar het is ook belangrijk om het dan wel op de juiste manier te gebruiken. En eigenlijk is hiervan dus de basis van het chassis gemaakt. Dus ook het hele gedeelte waar de passagier of de bestuurder zit. Dat is namelijk een 2-persoonsautootje. Dan zitten we wel nog aan de voor- en achterkant van de chassis hebben we buizenvergrendeling van recycled aluminium eraan vastgemaakt. Dan zijn we omdat het toch wel net wat lichter is en zullen we eigenlijk een beetje een balans zoeken tussen de duurzame materialen en ook het lichtgewicht. En dan heb ik hierna even een korte video gemaakt van de auto. Dus het plan was eigenlijk om ook dit te doen en een interview te geven rondom de auto. Nou, helaas door de huidige maatregelen is dat niet mogelijk. Dus ik heb mijn best gedaan om het een beetje te filmen en goed te laten zien. Nu zitten ze op de TU Eindhoven in onze werkplaats. Daar staat hij momenteel ook. En als we dan even een kijkje in de auto gaan nemen, dan is ook goed te zien dat die platen overal hier zitten. Dus al dit bruin-wittige. Dat is dat materiaal wat gemaakt is van wat hier voor te zien was. Daarnaast hebben we eigenlijk het interieur uit als een beetje een showcase. Om te laten zien wat er allemaal onmogelijk is met afval. Dus nu ga ik heel even pauze zetten. Bijvoorbeeld een rijtje terug. De stoelen, daarvan is ook weer het frame gemaakt van hetzelfde materiaal weer. We hadden nog wat materiaal over. Dat hebben we daar weer mooi in geïmplementeerd. En de kussens zelf die zijn gemaakt van een combinatie eigenlijk van paardenhaar en kokosnoothaar. Dat is eigenlijk afval waar normaal niet zo heel veel mee gebeurt. En ook de stof, het ziet eruit als suède. Maar dat is ook weer gemaakt van gerecyclede petflessen. Nou begint hij opnieuw. Dat even wennen. En momenteel kijken we naar de middentunnel. En het plaatje wat ik nu aanwijs, dat is eigenlijk gemaakt van een heel speciaal materiaal. Het komt van een partner van ons die daaraan heeft meegeholpen. En dat is een plastic additief gemaakt van huishoudelijk afval. Dus dat is echt het laatste beetje afval wat normaal eigenlijk in de grijze kliko gaat. Dat is nu weer omgezet naar dit soort plastic. En daar hebben wij dus plaatjes van gemaakt en het interieur verwerkt. Dat is eigenlijk een materiaal met heel veel potentie. En ook het ietsje nadat wij het hadden geïmplementeerd, maar werd ook bekendgemaakt dat die ook een deel hebben gesloten met de Daimler Autogroep. Dus waar bijvoorbeeld Mercedes onder valt.
om ook dat materiaal daarin te gaan implementeren. En, oh, nou wil ik het... Even opnieuw van mij, maar als het is gaan we nu weer verder. En ook weer de stof die hier te zien is, dus daar en ook ja, hierboven helemaal, dat is ook dus weer gemaakt van gerecyclede petflessen. En als laatste wat ook nog heel mooi is, is eigenlijk dit bruinige materiaal wat hier te zien is. En dat is eigenlijk ons eigen afval. Dus tijdens het maken van ons productieproces hebben we natuurlijk wat extra van die glasplaten gemaakt. Om te voorkomen dat we niks meer hadden. En dat hebben we weer geïmplementeerd. Dus eigenlijk die platen die zijn versnipperd en weer samen geperst. Dat geeft dan dat soort platen. Dat ziet er ja, natuurlijk hartstikke mooi uit. Het is helaas niet meer zo stevig als ja, de volledige platen. Want de vlas haalt toch echt die kracht uit die lange vezel. Maar het is nog wel goed te gebruiken voor dit soort interieurtoepassingen. En ook weer dat ja, biocomposiet, wat hier voor te zien was, dat is ook op eenzelfde manier weer te recyclen. Dus na de levensduur kan het ook weer versnipperd worden en gebruikt worden in dat soort platen. Dat is eigenlijk heel even wat, in het kort, wat Luca zo speciaal maakt. Ik heb even een paar dingen eruit gepakt. En we willen echt met deze auto vooral laten zien wat er allemaal gedaan kan worden met afval. Natuurlijk, we geven ook toe, het is... kwalitatief wat minder hoog natuurlijk dan de normale productieauto's. Maar dat vinden we, denk ik, we hopen wel natuurlijk dat niet alleen de auto-industrie, maar ook andere industrieën dit gaan overnemen. En dit soort materialen ja, gaan toepassen. Dat is natuurlijk, ja, natuurlijk de vraag of het echt gaat gebeuren, maar wij hopen het wel. En hopen hiermee ook de ja, incentives maar te zijn om dat op te starten. Dus dat is even in het kort wat over Luca. Dat laatste wil ik nog heel even kort al deze bedrijven bedanken die hard hebben meegeholpen aan Luca. En ik heb nu een paar dingen eruit gelicht. En mochten er nog vragen zijn, dan kan ik die nu stellen. Ja, Matthijs, dankjewel voor deze talk en deze presentatie over Luca. Heel interessant, heel leuk ook dat je live beelden hebt gemaakt van de auto. Zodat wij ook een kijkje kunnen nemen in de auto. Met duidelijke maatregelen natuurlijk. Ik heb wat vragen binnengekregen ook. Stel je vragen gewoon via de chat, dat is nog steeds mogelijk. Allereerst een korte opmerking. Verzoek aan iedereen om zijn microfoon echt uit te zetten. Want ik kreeg de opmerking dat er hier en daar wat achtergrondgeluid te horen was ook. Dus dat allereerst. En daarna kreeg ik weer een vraag van Matthijs. Matthijs de Groot, over het materiaal. Matthijs, mag ik jou even het woord geven? Ja, hoi. Daar ben ik weer. Dag. Ik vroeg me af, ja, dat composietmateriaal wat je liet zien van vlas en gerecycled plastic. In hoeverre is dat zelf weer recyclebaar of is dit een eindstadium? Het is zeker recyclebaar. Het is, daar hebben we ook wel... ten opzichte van de vorige auto's een grote stap gemaakt. Daar zo werd namelijk de drie onderdelen eigenlijk, dus de platen en de kern, werden aan elkaar vastgelijnd. Dat maakt het wel wat lastiger. En wij hebben gebruik gemaakt van een soort ja, een filmlaag die onder hitte gaat plakken. En zo ook als dat weer wordt verwarmd, is het ook vrij goed uit van elkaar af te halen. En dan heb je inderdaad los weer de petcore, wat eigenlijk ook heel puur materiaal is, wat weer gerecycled kan worden. En los de vlasplaten. En die vlasplaten zijn dus inderdaad weer te versnipperen, samen te persen en ja, weer te gebruiken in andere toepassingen. Oké, dank je. Is dat voldoende antwoord op je vraag? Ja, ik zie een ja-knik. Ja. Ik heb zelf ook nog wel een vraag aan jou. Je hebt het namelijk al gehad over eerdere versies of eerdere auto's die zijn gemaakt door TU Ecomotive. Waaronder Noah, Lina bijvoorbeeld, Nova en Isa. Wat onderscheidt Luca nou van die andere auto's? Wat is nou, het echte verschil? Eigenlijk proberen we, ja, bij alles is het wel een beetje de insteek die anders is. Dus we willen kijken naar andere problemen. Dus bijvoorbeeld de eerste auto's waren echt gefocust op efficiëntie. Dus daar is het ook bijvoorbeeld gewoon, volgens mij zitten daar stalen buitenframes in.
En zo is bijvoorbeeld, de derde was dan modulair, dus er kon heel makkelijk alle materialen verwisseld worden. De vorige dan, NOAA, de blauwe is dat, die is gemaakt van biologische materialen. Die maken ook gebruik van vlas en bioplastics in dat geval. Maar daar zijn bijvoorbeeld wel nog alle plastics opnieuw. En daar hebben we ook wel een hele grote stap gemaakt door te kijken naar allemaal gerecyclede plastics. En waar mogelijk zelfs dus, dat afval, zoals bijvoorbeeld plastic uit de oceaan of het additief wat in de middentunnel verwerkt zit. Dus eigenlijk is de enige overeenkomst in de laatste auto's het vlas. Dat is omdat je toch iets van een vezel nodig hebt. En daarvoor om die sterkte in een chassis te krijgen. En daar kiezen wij dan liever voor een natuurlijke vezel. Ja, dus eigenlijk kun je zeggen dat jullie auto net iets beter is dan de rest. Of mag ik dat niet zeggen? Ja, dat ziet er dat wel. Als je kijkt naar de eerste auto's, dan zie je echt een stijgende lijn. We beginnen wel helemaal van niks, zeg maar. Maar je neemt toch veel kennis ook mee van vorige teams en je krijgt tips en zo. Dus dat betreft voor onze auto wel de beste. Ik vind hem persoonlijk ook de mooiste. Ja, nou, dat moet ook wel natuurlijk. Als je hem zelf op ontworpen en gebouwd, dan moet je voorkeur daar natuurlijk liggen. Ja, precies. Dat kan ook wat zijn anders. Ja, hey, nog een hele andere vraag. Wat zien jullie toekomstplannen met Luca? Wat zouden jullie graag willen bereiken? Ja, dus wij hebben Luca eigenlijk meer gebouwd als een soort proof concept. Dus we willen laten zien dat het mogelijk is. En daarmee eigenlijk ook aandacht vragen voor het afvalprobleem. En dan was het oorspronkelijke plan was om in de afgelopen zomer een tour Europa te maken. Langs ook bepaalde autofabrikanten. Om daar te laten zien. Maar goed, dat is allemaal even wat anders gelopen. En dus dat is wel helaas niet mogelijk. Nou, we zijn hier wel aan het kijken van als de corona... maatregelen maar minder worden en het weer verantwoord is om te reizen, om dan alsnog bijvoorbeeld bij autofabrikanten langs te gaan. Er is bijvoorbeeld al contact met de Daimler groep om daar ook eigenlijk te laten zien. En wij hopen natuurlijk heel erg dat dit laat zien dat het mogelijk is. En dat we zo hopelijk over een aantal jaar ook auto's van dit soort materialen zien. Ja, want hoe reageren die, hebben jouw reacties van de fabrikanten op jullie materiaal bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk na de onthulling hebben we heel veel positieve reacties gehad van bedrijven die willen kijken naar hoeveel dit mogelijk is. Dus na bijvoorbeeld de Daimler groep hebben we ook contact met VDL, die natuurlijk de bussen maken. En die zijn wel hartstikke geïnteresseerd en staan wel willend om ook een keer even te praten met hoe wij het hebben gedaan. En ook kijken of daar mogelijkheden in zijn. Dus over het algemeen krijgen wij wel positieve reacties ook van de fabrikanten. Ja, dus het zou mooi zijn als de Luca de nieuwe Tesla Model 3 wordt. Dat er zo meteen één keer 20.000 over de weg rollen als het ware. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja, leuk. Nou, als die op de markt komt, dan zullen wij in ieder geval de eerste zijn die er eentje aanschaft. Nog een laatste vraag aan jou. Ik heb even ook research gedaan over Luca natuurlijk. En er stond ook over dat jullie gebruik maken van je telefoon in plaats van een dashboard. Kun je daar misschien wat meer over toelichten? Ja, dat valt eigenlijk een beetje ook onder de reduce die wij willen. Veel moderne auto's hebben grote schermen. Bijvoorbeeld Tesla is daar een van de voorlopers in. Een heel groot touchscreen in het midden van het interieur. Maar daar is natuurlijk allemaal, dat kost ook weer materiaal om dat te maken. Daarom dachten wij van waarom daar ook weer computers implementeren in een auto. Terwijl we eigenlijk allemaal toch al computer in onze zak hebben. Nou, dat ook een dag vrij van daarom willen we kijken naar gewoon het gebruik van een mobiel. Als de computer en ook het hele infotainment systeem van de auto. Dus eigenlijk om weer ook die materialen te verminderen. Ja, exact. En je kan gewoon je eigen telefoon gebruiken daarvoor, begrijp ik. Klopt, ja. En hebben jullie nagedacht over, heb je daar een bepaald soort telefoon voor nodig? Of is in principe elk telefoon bruikbaar? In principe elke, dan zou je inderdaad met via NFC-chips en dat. Dus ja, als je dan de mobiel in die houder zet, dan zou die inderdaad via Bluetooth automatisch moeten verbinden met de auto. Om het, om zo die, alles op te starten. Ja. Kan elke telefoon dat. Ja, exact. Dus het gaat echt ook om een stukje efficiëntie. En hebben jullie dat ook op andere plekken in die auto proberen te verwerken? Dat die
minder brandstof verbruikt op die manier? Minder elektriciteit eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld ook gekeken naar de aandrijflijn. Dus we maken gebruik van inwielmotoren. Dus de motoren zitten echt in het achterwiel verwerkt, zeg maar. Dus daar heb je minder verlies in de aandrijflijn, zeg maar. Want die is er eigenlijk niet heel erg. Eigenlijk is de hele aandrijflijn is een kabel van de batterijen naar de motoren. Dus eigenlijk bij elke dingen, die zijn, dat geef ik wel toe, die zijn wel ingekochte motoren. Daar hebben we simpelweg niet de mankracht voor om het zelf te ontwikkelen. Daar hebben we dan wel weer gekeken naar wat is dan het beste voor deze auto. Ja, exact. Dus jullie hebben op alle fronten eigenlijk geprobeerd zo zuinig mogelijk te zijn. Ja, precies. Ja. Oké, nou, volgens mij waren dat mijn vragen in ieder geval. Ik zie vanuit de chat ook geen vragen meer binnenkomen. Dus dan wil ik jou heel erg bedanken, Matthijs, voor je talk. En dan wil ik het woord geven aan mijn partner Ellie, die weer het een en ander visueel heeft getekend. Even kijken. Allereerst, TU Ecomotive is een start-up. Het enige verschil is dat zij geen winst hoeven te maken. En dat is wel een mooi uitgangspunt voor het bouwen van de auto. Wat is de aanleiding geweest? We gebruiken meer grondstoffen dan de aarde aan kan. En 70% van die grondstoffen wordt afval. Vanuit die gedachte en de reduce, reuse en recycle gedachte hebben ze gekeken hoe kunnen we vanuit afval nou een auto maken. Nou, dat is Luca geworden. De basis is gemaakt van een vezelmateriaal, bovenkant van vlas zit oceaanplastic en in de kern zitten petflessen verwerkt. De stoelen zijn gemaakt van paardenhaar, kokoshaar en ook weer petflessen voor de stoffering. De plastics die in de auto zitten zijn ook weer gemaakt van huishoudelijk afval. En ik zou bijna zeggen, hij is opgevuld nog met eigen afval dat geproduceerd is tijdens het maken van de auto. Dat is de basis van Luca. Een telefoon wordt gebruikt als dashboard. Dat kan gewoon je eigen telefoon zijn en die gaat erin. Een aantal vragen. Theo Ecomotive heeft meerdere auto's gemaakt. Wat is nou het verschil met andere auto's? En de basis is eigenlijk dat het een ander probleem is waarom deze auto gemaakt is. En in dit geval dus afval. Maar kennis van het maken van vorige auto's wordt wel meegenomen. Zo is vlas bijvoorbeeld in een eerdere auto gebruikt. En die kennis hebben ze in deze auto weer meegenomen. De toekomstplannen. Heel graag een roadtrip maken langs de Europese autofabrikanten, want die reageren positief. En nog een vraag is, zijn deze platen nou recyclebaar? Ja, dat zijn ze. Door verhitting lost eigenlijk de lijn die deze componenten met elkaar verbindt op. En dan zijn alle delen weer afzonderlijk te recyclen en te gebruiken. Ja, en dankjewel weer voor deze prachtige toelichting. Heel knap dat je zowel kan live kan tekenen als de informatie weer op een donderige korte manier over kan brengen naar het publiek. Wij gaan door naar onze laatste gastspreker van vandaag, Sascha. Sascha gaat jullie meenemen in het Outdoor Mobility Dashboard. Sascha, mag jou het woord geven? Dankjewel Rogier. Ik kijk nu ook met een beetje geluk of de presentatie ook in één keer start. Jullie zien een zwart scherm? Ja. Ja, mijn naam is Sascha Hogendoorn. Ik ben directeur van het Mobility Innovation Center Delft. Dus ik ga het straks hebben over innovatie in mobiliteit. We zijn een driekwart jaar geleden gestart. Een belangrijkste reden om dat te doen is het feit dat je inmiddels een heleboel ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit elkaar snel ziet opvolgen. Vaak allemaal heel hooggespannen verwachtingen, ook als ik net kijk naar het verhaal van Rogier. Allerlei vervoer via drones, meerdere drones in een weer wat grotere capsule. Als ik wat dichter bij huis kijk, wat meer bij het nu, dan zie je nieuwe vormen van delen, elektrisch rijden, vergaande vormen van automatisering. Maar wat je eigenlijk merkt is dat er nog heel veel vragen rondom die innovaties leven, die je toch eigenlijk beantwoord wilt hebben, zodanig dat de kans op een succesvolle implementatie zo groot mogelijk is. En wat mij betreft is de kern om dat goed te kunnen doen,
een samenwerking tussen bedrijven, overheden en wetenschap gezamenlijk. En dat is dan ook eigenlijk waar de missie van ons centrum zijn oorsprong vindt. Gewoon het echt tot stand brengen van die symbiose tussen wetenschap en inderdaad de toepassing. En daarmee dus tussen kennisinstellingen, universiteiten, markt en overheid. Kern van hetgeen we doen, we willen geen grootschalige pilots doen. We willen eigenlijk die dingen die net rijp zijn om getest te worden, die willen we kleinschalig gaan toepassen. Maar we willen die toepassing ook eigenlijk weer gebruiken om tijdens het toepassen nieuwe kennis te ontwikkelen, die ook zijn weg weer richting wetenschap terugvindt. Nou, hoe dan? Hoe doen we dat? Nou, we hebben, ik zal zo aangeven hoe dat zo gekomen is, onze campus echt als primaire testlocaties. En daar beogen we dus inderdaad pilots op te zetten, te faciliteren, uit te voeren, maar ook de kennis die we uit die pilots leren, om die dus inderdaad ook weer te verspreiden. En we richten ons primair op personenmobiliteit, maar hebben toch ook wel de ambitie om dat ook uit te breiden naar distributie. Ik spring van de toekomst van mobiliteit naar iets wat eigenlijk veel dichterbij is en waar net het woord wat net ook al een aantal keer viel, corona. De plannen voor wat we nu willen doen met dat Mobility Innovation Center Delft, die lagen er eigenlijk al begin dit jaar. Maar vaak is het gewoon heel erg lastig om aan de hand van een pak papier bedrijven, overheden en dergelijke mee te krijgen. Ja, ze krijgen zoveel van dat soort plannen en waar is jouw plan dan uniek in en gaat dit wel slagen? Corona heeft ons in dit geval een steuntje in de rug gegeven. Wij hebben op 7 juli van dit jaar van ons college van bestuur van de TU Delft de opdracht gekregen om te gaan helpen bij de start van het academisch jaar. En ons dan vooral te richten op de mobiliteit op de campus en de mobiliteit, het reizen van huis tot de campus. En belangrijke vragen eigenlijk die opkwamen waren: houden mensen zich nou aan die 1,5 meter regel? En hoe verandert dat nou in de loop van de tijd? Hoe veranderen bijvoorbeeld de mobiliteitspatronen van studenten, van medewerkers, als gevolg van COVID-19? Zie je een gebruik van andere vervoerwijzen? Zie je dat mensen op andere dagen, andere uren gaan werken? Er wordt natuurlijk een karrevracht aan maatregelen over iedereen uitgestort, nationaal. Bijvoorbeeld de presentaties zoals Rutte en de Jonge die samen geven. Maar je hebt toch ook een hoop lokale maatregelen. Zowel vanuit de veiligheidsregio als ook op de campus. En hoe hebben die nou een impact op de stromen op de campus en de drukte? En als laatste inderdaad, hoe speelt nou het reizen op de campus, maar ook na de campus, een rol bij de kans op besmetting? Dus ja, eigenlijk voor een team, we zijn hier met een heel klein team van de faculteit Civiele Techniek en ik dan vanuit het Mobility Innovation Center mee aan de slag gegaan. We hebben gezegd, geen zomervakantie. We gaan dit voor begin september zien te realiseren. Voor nu is het heel praktisch ingestoken om dus echt ook de operatie op de campus, dus de meldkamer en dergelijke, goed te kunnen ondersteunen. En ook ons management te kunnen voorzien van informatie, werken maatregelen nou wel of niet. Maar in de toekomst willen we hier ook echt wetenschappelijk onderzoek mee kunnen doen. En zal ik ook laten zien hoe ook na corona dit een hele effectieve tool is. Wat hebben we simpelweg gedaan? Ik kwam net in de cloudwolk al de term meten is weten tegen. Volgens mij iets wat een van mijn allereerste leidinggevenden me ooit verteld heeft en iets wat absoluut waar is. Op de campus bij ons ontbrak eigenlijk al ruim voor corona inzicht. Waar is het nou druk? Wanneer is het nou druk? Hoe worden de parkeerplaatsen nou gebruikt? Al dat soort zaken. Er was al sprake over. Zijn die fietspaden nou wel veilig? Maar echt en duidelijk, een objectief beeld was daar niet van. Dus waar we mee gestart zijn om dat beeld, dat inzicht te krijgen van de mobiliteit op campus, is gewoon eerst echt naar open databronnen kijken. En ik moet zeggen, ik werk al 25 jaar met data uit de hoek van personenmobiliteit en heb me nu toch weer laten verbazen over hoeveel er beschikbaar is. Dus je hebt bijvoorbeeld gewoon via een API beschikbaar elke 5 seconden exacte locatie van elke bus en trein in Nederland. Waarbij je dan ook direct weet van welke maatschappij die is, of die vertraagd is, of die stopt of op dat moment rijdt. We hebben ook op die manier een hoop informatie over het wegverkeer. Niet alleen over de autosnelwegen, maar ook over de belangrijkste stedelijk en provinciale wegen. We weten op elk moment bijvoorbeeld of een brug open is of niet.
We hebben een hoop informatie over onze gebouwen. We hebben versneld in ieder geval in Delft alle onderwijsgebouwen uitgerust met een check-in, check-out systeem. Maar ja, daar kan je natuurlijk een beetje mee sjoemelen als je met z'n tweeën of met z'n drieën tegelijk naar binnen loopt. Maak bijvoorbeeld gebruik van het aantal wifi-devices dat aanstaat in een pand. Maar ik ben daar geen goed voorbeeld van. Ik heb een iPad bij me over het algemeen, een iPhone en een laptop. Dus ben dan drie keer aangekoppeld. Dus waar we nu ook via AI naar aan het kijken zijn, in combinatie met een systeem wat op een aantal gebouwen echt helemaal de in- en uitgangen volledig bemeet, is hoe we die twee eerste databronnen nu ook kunnen gebruiken om een inschatting te geven van hoeveel mensen in een pand aanwezig zijn. Nou, ik heb het nu eigenlijk over allemaal bestaande databronnen, maar heel weinig over te vinden is over fietsers en voetgangers. En zeker niet op een gebied als een campus. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn een state-of-the-art sensornetwerk gaan plaatsen op de campus. Met wifi, met radar, met bluetooth, ook met 3D-camera's. Met behulp waarvan we dus in staat zijn om snelheden, dichtheden en dergelijke te kunnen bepalen. Als het gaat om voetgangers hebben we ons vooral gericht op die locaties waar we verwachten dat de druk is. Dus de ingangen van onderwijsgebouwen, maar bijvoorbeeld ook de haltes van de bussen. En bij fietsen hebben we ons meer gericht op de doorgaande fietsroutes over de campus heen. Nou, al die data brengen we samen in een databak. We gaan ook kijken, ik zal er straks een voorbeeldje van laten zien. Je kunt al die databronnen natuurlijk ook met elkaar gaan combineren, fuseren. Je bent in staat om voorspellingen te gaan maken. En wat we voornamelijk, want we hebben een hele korte doorlooptijd gehad natuurlijk, vanaf 7 juli gedaan hebben, is al dat inzicht wat we in die data hebben, om dat ook te visualiseren. Dat is een gedeelte wat we niet zelf gedaan hebben. Dat hebben we met een startup Argaleo gedaan. Die een hele mooie 3D-visualisatie voor hadden. En die voor ons nu getuned hebben voor Delft. Ik laat het onderwerpje privacy even zitten. Ik vind hem te leuk voor een vraag voor straks. Wat ik jullie nu laat zien is een filmpje. Ik hoop dat het bij jullie draait. Een filmpje. Dit is de 3D-omgeving van de gemeente Delft. De campus ligt in de midden. En je kunt in principe zo ver inzoomen dat je gewoon echt je eigen wandelpaden over de campus ziet. Je ziet hier de verschillende bruggen in Delft. Je ziet dat er één brug is hier bij het Science Center die inderdaad open staat. Alle rondjes, dat zijn bussen, in dit geval van busmaatschappij EBS. En als je op de bussen klikt, dan krijg je dus inderdaad ook de informatie over of die vertraagd is en dat soort zaken. Dan eventjes naar het autoverkeer. Ik heb voor het gemak nu alleen even de grote doorgaande wegen rondom Delft erin zitten. Dus de autosnelwegen en dergelijke. Maar we hebben dus ook de lokale wegen rondom de campus gedetailleerd in het systeem zitten. Waardoor we weten hoe druk het is, hoe hard er gereden wordt. Nou, omdat we van fietsen natuurlijk geen externe data beschikbaar hadden, hebben we gezegd dat gaan we zelf meten. Dat doen we voor fietsers in dit geval grotendeels met 3D-camera's. En wat we kunnen doen, ik moet zeggen dat we inmiddels alweer wat verder zijn in de ontwikkeling. Je kunt niet alleen de huidige situatie laten zien, maar je kunt dus ook een bepaalde periode in de tijd terugpakken. En daar dus ook inderdaad exact de patronen van de fietsers zichtbaar maken. En hetzelfde geldt inderdaad ook voor de voetgangers. Dan hoop ik dat hij het plaatje gauw laat zien. Ja, ik heb zometeen wat gedetailleerdere plaatjes voor jullie. En ook gerelateerd aan dit geval bijvoorbeeld aan de speeches van de heer Rutte. Nee, je kunt inderdaad zien welke dagen zijn er druk. Hoe verspreidt de drukte zich over de dag? Hoe worden inderdaad bijvoorbeeld in de weekends bepaalde locaties gebruikt? Ik ga, als dat mij lukt, dat hoop ik, het filmpje stilzetten. En ik hoop dat ik naar de volgende sheet toe kan. Dan kan ik jullie toch ook iets meer inzichten geven van wat je uit zo'n tool vandaan kunt halen. Zo'n tool is voor ons als onderzoekers hartstikke gaaf. Hij is ook hartstikke nuttig voor in de meldkamer. Maar als je toch wilt gaan communiceren naar anderen, dan moet je toch ook goed gaan zoeken hoe je die informatie ook op een zo hapklaar mogelijke manier kunt gaan aanbieden. Dus wat we juist vorige week voor het eerst gemaakt hebben voor ons college van bestuur, is een heel eenvoudig dashboard, waarbij we gewoon gezegd hebben, dit zijn de drie hotspots op de campus waar het
afgelopen week relatief te druk was. Dit is het vergelijk van twee opeenvolgende weken. Negende week in de collegeperiode ten opzichte van de achtste week. Dat is volgens mij de week van 25 november ten opzichte, oktober ten opzichte van de week ervoor. En daar zie je inderdaad toch zowel voor auto, voor fiets als voor openbaar vervoergebruik een sterke daling. En dat zie je eigenlijk ook terug voor wat betreft de voetgangers. Waar zie je een verbetering in? Dat is in de mate waarin mensen inderdaad met elkaar interacteren. Deels kan dat liggen aan gedrag, dat mensen toch weer zelf wat voorzichtiger worden. Maar het zal natuurlijk ongetwijfeld ook meespelen dat het gewoon rustiger is op de campus inmiddels. Daar moet ik overigens wel een kanttekening bij plaatsen. Wat jullie hier zien, we hebben de data beschikbaar vanaf de tweede collegeweek. We hebben eventjes toen het plaatje maakte tot eind oktober de data bij elkaar genomen. En als je naar de eerste, en dan hebben we gewoon even willekeurig een aantal sensoren op de campus gepakt. Eentje staat bij een onderwijsgebouw, twee staan er op de doorgaande fietsroute en vier staan er bij bushaltes op de campus. Wat je hier in de eerste twee weken eigenlijk ziet, is een heel regelmatig patroon wat je zou verwachten als het gaat om bezoek van studenten aan de campus. Dan krijg je op 28 september krijg je de persconferentie van Rutte, waarin die eigenlijk zegt, jongens, als jullie nu niet allemaal je heel netjes aan de regels gaat houden, dan kunnen we nog wel eens richting een lockdown gaan. Het grappige is eigenlijk dat je de dagen daarna gewoon toch weer de nodige beweging op de campus ziet. Wel wat minder als in de weken daarvoor, maar dat schijnt over de jaren überhaupt regelmatig terugkerend probleem te zijn. Studenten die vaak wel de eerste weken komen, maar wat verderop in die periode toch vaak afhaken. Dan krijg je de tweede serie maatregelen, de gedeeltelijke lockdown. En in die periode zie je toch eigenlijk weer bijna hetzelfde patroon terug als dat je in de eerste weken had. Zij het wat lager. Wat hier heel erg mee schijnt te spelen is het feit dat vanaf hier de witte week in de tentamenperiode komt. En het schijnt gewoon een bekend fenomeen te zijn dat studenten vaak de laatste week voordat de tentamen starten toch nog weer een keer naar college gaan. Om daar de laatste ins en outs mee te krijgen. Om toch inderdaad dat tentamen wel te kunnen halen. Uiteindelijk zie je, als je heel eerlijk bent. En zeker als je wat verder inzoomt op de verschillende locaties. Dat toch gewoon het einde van de collegeperiode eigenlijk de meeste impact heeft gehad op de drukte op de campus. En we hebben hier aan de onderkant in dit geval ook eventjes de besmettingscijfers van het RIVM erbij gezet. Waarbij je eigenlijk gewoon ziet dat er wel iets van een relatie is, maar niet heel erg veel. Dit zijn overigens dingen waar we dus met AI-technieken en dergelijke nog veel dieper op ingaan. We kunnen dit per sensor doen, we hebben de data per minuut, dus daar kan ook veel gedetailleerder nog naar gekeken worden. Maar dit echt even voor nu, om jullie een klein idee te geven. Voorspellingen zijn we mee gestart. Dat kunnen we al vrij aardig doen, ongeveer 15 minuten vooruit. De voorspelling is de rode lijn. In dit geval gaat het, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, over woensdag 23 september. De grijze lijn is is de werkelijke drukte op de campus. Je ziet eigenlijk dat de voorspelling wat afgevlakt is, maar dat hij de trends eigenlijk heel goed volgt. En datzelfde geldt eigenlijk op het moment dat we een dag vooruit gaan voorspellen. Belangrijk hiervan is bijvoorbeeld dat als het straks na een tweede lockdown of na een tweede golf weer wat drukker wordt, dat er inderdaad ook proactief gekeken kan worden. Moeten we nu op bepaalde momenten of plekken in gaan grijpen, omdat het daar te druk lijkt te gaan worden. Nu eigenlijk even terug naar wat we oorspronkelijk voor COVID in ons hoofd hadden. Wat we eigenlijk wilden was een omgeving zoals ik hem nu heb laten zien, die we vanwege COVID nu hebben mogen bouwen. Maar wat we wilden was een digitale infrastructuur voor het ontwikkelen, beproeven en het opschalen van innovaties op het gebied van mobiliteit. Dus we wilden echt de campus als ons Living Lab bouwen. En het idee was inderdaad, wij bieden de infrastructuur aan en dat zou dan echt de broedkamer moeten zijn, waar dus allerlei nieuwe innovatieve oplossingen getest kunnen worden. Aan de ene kant door onderzoekers werkzaam aan de TU Delft, maar ook nadrukkelijk toegankelijk voor derden. Dat kunnen start-ups zijn, dat kunnen grotere bedrijven zijn, om daarin gezamenlijk die oplossingen te testen en ook te kijken welke voor opschaling geschikt zijn. Waar zou je nou zo'n systeem als wat wij hebben, waar zou je dat nou ook praktisch op een campus voor kunnen gebruiken? Onze campus staat aan de vooravond van enorm veel ontwikkelingen. We hebben op de zuidelijk deel van de campus nog een gebied wat relatief leeg is,
waar veel nieuwe ontwikkeling gaat plaatsvinden, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van bedrijvigheid. We hebben een oud, ik weet niet of ik dat mag zeggen, industriegebied tegen de campus aanliggen, waar veel woningbouw, maar ook nieuwe arbeidsplaatsen ontwikkeld gaan worden. We krijgen bijvoorbeeld een theater. We krijgen betaald parkeren op de campus, het centraliseren van parkeervoorzieningen na een aantal grote parkeergarages aan de randen. We gaan een tramlijn krijgen op de campus. En wat je eigenlijk wilt, is dat je aan de ene kant, als die ontwikkelingen er zijn, dat je goed kunt monitoren wat er gebeurt en daarop kunt acteren. Maar dat je dus ook inderdaad aan de voorkant kunt zeggen, hoe kun je dit soort ontwikkelingen nou zo goed mogelijk inrichten, opdat je inderdaad datgene krijgt en zo min mogelijk negatieve effecten als het om dit soort ontwikkelingen gaat. Dit zijn echt wat, ik zou bijna willen zeggen, type ontwikkelingen van nu. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken, we zijn bezig met om na te denken van nou, als je nou op een gegeven moment een autonome shuttle op de campus zou willen laten rijden, zou je, gegeven de data die we hebben, daar een haalbaarheidsstudie voor kunnen doen. We zijn heel nadrukkelijk bezig om het station wat het dichtst bij ons bij de campus ligt, om dat met allerlei vormen van micromobiliteit te gaan koppelen aan de campus. Het is niet erg rendabel om daar een bus te laten rijden, maar je zou wel kunnen kijken of je met deelstepjes, al dan niet elektrisch, deelfietssystemen op andere manieren, dus inderdaad het vervoer van station Delft Campus naar de campus toe te verbeteren. Aan de ene kant levert dat mensen een kortere reistijd op, maar het gaat ook het centrale station van Delft en alle fietsroutes van het centrale station van Delft naar de campus op die manier nadrukkelijk ontlasten. Dus dit zijn, ik heb er specifiek even ook om mensen mee te krijgen wat voorbeelden gezet van dingen waarvan je zegt die zijn niet pas in 2050 haalbaar, maar zitten wat dichterbij. Want ik merk wel dat innovatie vaak nog een heel ingewikkeld begrip is. En starten met tastbare dingen en dat uitbouwen, het verkrijgen van dat vertrouwen is daarin heel erg van belang. Voor hier wil ik hem afsluiten. Dankjewel Sascha voor jouw talk. De eerste vraag die in ieder geval bij mij opkomt. Jullie kunnen trouwens je vragen stellen. Ik zie dat Marielle er handje op steekt. Marielle van Dijk. Ik geef Marielle even het woord. Yes, goedemorgen. Ja, ik heb geen chatfunctie, anders had ik hem al in de chat gezet. Ja. Leuk verhaal, Sascha. Dankjewel. Ik vroeg me ook af of het weer daar ook invloed op heeft. En of jullie daarnaar hebben gekeken. En ik ben inderdaad nieuwsgierig naar de privacy, maar want dus sloeg je even over, maar je zei dus leuk voor de vraag, dus dat hoor ik graag. Ik zie dat er iets niet helemaal goed is gegaan bij Sascha, zo te zien. Ik denk dat zij momenteel, oh, ze komt weer in. Ze is even uit de meeting, maar ze is weer ingelogd, zie ik. Sascha, ben jij weer in die air? Ik wilde de presentatie wegklikken en ik klikte op het beroemde rode knopje. Dus ik ben gewoon weer binnen. Heb jij de vraag meegekregen? Ja, in hoeverre we weer hierin gaan meenemen. Dat gaan we inderdaad doen. Dus dat is eigenlijk ook het voordeel waar we nu eigenlijk mee zitten. Doordat we nu kunnen laten zien wat het bijeenbrengen van die databronnen aan meerwaarde biedt. Krijg je dus ook makkelijker partijen aangehaakt. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de NS of we iets kunnen doen met reizigersaantallen. We hebben toevallig afgelopen weekend de grote parkeergarages in Delft aan kunnen haken. Maar weer is ook iets wat op ons lijstje staat, omdat dat absoluut van invloed is op. En juist doordat je de data op deze manier kunt combineren, kun je daar ook gewoon goed onderzoek naar gaan doen. Leuk, dankjewel. En de tweede vraag was over privacy. Nou, dat was. Ik ga de presentatie niet meer naar voren halen. We zijn bewust gestart met open data. Juist ook om daarmee de zekerheid te hebben dat we privacy technisch gezien goed zaten. Ik zei net al, we gebruiken 3D-camera's. Dat klopt. Maar op die 3D-camera's zit software. En die software die zet eigenlijk direct de beelden om naar tijd-ruimtepaden van fietsers en voetgangers. Dus uiteindelijk verlaten de beelden nooit de camera,
maar alleen eigenlijk al die tijdruimtepuntjes van mensen die verlaten die camera's. Dus, en we hebben dit ook in nauwe samenwerking gedaan, ook met privacy en security officers, ook vanuit de TU. Want dat is wel, daar staat of valt zo'n systeem echt mee. Oké, dankjewel. Dankjewel voor je vraag, Marielle. Zijn er nog andere mensen die een vraag willen stellen? Dat kan nog. Doe dat kan via de chat of via je handje, wat je wil. Ik heb in ieder geval nog ook een vraag aan jou, Sascha. Want de toepassingen voor de TU Delft waren voor mij heel helder. Maar we gaan natuurlijk, uit de vorige presentaties kwam naar voren dat we een mobiliteitstransitie tegemoet gaan met z'n allen. Hoe kan zo'n dashboard daar nou aan bijdragen? Hoe kunnen we dat nou gebruiken om ook die versnelling te maken? Kijk, wat we creëren nu is een locatie of een gebied waar je alles wat er gebeurt eigenlijk zo goed mogelijk kunt monitoren. Dat biedt gewoon inzicht in werken bepaalde concepten naar, biedt je de mogelijkheid om ook vrij makkelijk concepten aan te passen. En hopelijk komen we daarbij zover tot ontwikkeling dat we aan kunnen geven of zoiets voor opschaling mogelijk is, ja of nee, en op welke wijze. Tegelijkertijd proberen we juist door het op de campus te doen, het zichtbaar te maken, ook bedrijven aan te trekken voor wie het mogelijk interessant is om daarmee verder te gaan. Het is een beetje wat Matthijs net ook over Luca zei, van ja, we hebben hem nu gebouwd, wij gaan geen productielijn maken, maar we hopen eigenlijk door dit zichtbaar te maken dat er partijen zijn die dit over gaan pakken. En waarom helpt ons dashboard in dit geval? Het brengt gewoon alle data bij elkaar. Het biedt de mogelijkheid tot monitoren, tot evalueren, tot het doen van voorspellingen. Dus ja, op die manier denk ik dat die data een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren. Yes. En zijn jullie dan ook al met bedrijven in gesprek? Of zijn er al bedrijven geïnteresseerd in dit concept? Of? We zijn nu bezig met een subsidieaanvraag waar we een tiental bedrijven bij gaan betrekken die allemaal met innovaties in mobiliteit bezig zijn en die we dus inderdaad, waar we dus inderdaad gezamenlijk mee, als het lukt, hopelijk halverwege volgend jaar, ook op de campus aan de slag kunnen. Oké, okay. Nou klinkt veelbelovend in ieder geval. Ik zie nog één vraag binnenkomen van Martijn Oebeling. Ik geef Martijn even het woord. Sascha, bedankt voor de leuke presentatie. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd, van, je had het over concepten, maar wat voor concepten moeten wij aan denken die erop uitkomen uit de inzichten die er zijn? Rogier, kan jij de vraag herhalen? Ik kan hem heel slecht verstaan. Kun jij nog één keer je vraag herhalen, Martijn? Ik kom ook natuurlijk niet verstaan. Je had het over concepten. Heb je voor mij ook een beetje een inzicht wat voor nieuwe concepten daar nu uitkomen uit de inzichten die er zijn? Voor wat we. We gaan nu met die nieuwe concepten starten. Dus de afgelopen periode hebben we echt heel bewust gekeken naar corona. Het eerste, ik weet nog niet of ik dat hardop mag zeggen. We gaan nu kijken naar een speciaal type deelfietssysteem. Op een zodanige manier dat mensen ook een fiets mee naar huis kunnen nemen. Gebruikers ook makkelijk de fietsen van elkaar over kunnen nemen. We gaan kijken hoe we dat bij bedrijven, maar ook bij de universiteit kunnen gaan aanbieden. En op termijn willen we daar ook particulieren bij gaan aanhaken. Het is een typisch voorbeeld. Je wilt niet meer overal die zwervende deelfietsen hebben. Maar je wilt uiteindelijk een systeem hebben wat goed in het straatbeeld past. Wat toch makkelijk toegankelijk is voor mensen. Ook in deze coronatijd voor hun idee ook veilig te gebruiken is. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waar we op korte termijn mee aan de slag gaan. Waarbij we dus, omdat we alle data hebben, dus ook kunnen gaan zien, als we zo'n deelfietssysteem introduceren, heeft dat impact bijvoorbeeld op, want dat weten we dan ook in detail, op de hoeveelheid gestalde fietsen op de stations. Dus zie je inderdaad de daling die je daar graag zou willen hebben en zie je daar dus echt iets van een verlichting op die stallingen. Zie je dat ook terug bijvoorbeeld op de fietsroutes. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we dit soort ontwikkelingen willen gaan doen. Leuk, dankjewel. Dankjewel voor je vraag, Martijn. Dan wil ik het hier bij laten. Sascha, super bedankt voor je talk en voor je toelichting op het dashboard. Dan wil ik nog één keer woord geven aan Ellie. Die zit momenteel bezig met de laatste dingen aan het
opschrijven voor jullie. Die zal nog even de samenvatting geven van wat er is verteld door Sascha. Ja, druk bezig met de laatste vraag. Even kijken, ik begon met innovatie moet eigenlijk de samenwerking gaan worden van bedrijven, ondernemers en de wetenschap. Waar zij nu mee bezig zijn is de kennis ontwikkelen en deze toepasbaar maken. Dan hebben we hier de verkeersstromen op de campus. COVID-19 is echt een versneller geweest voor dit project. Omdat er gevraagd is om te kijken naar hoe lopen die verkeersstromen nou en hoe kunnen we dat in beeld brengen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een heleboel bronnen. Wifi, verkeersinformatie, sensoren en 3D-camera's. Gegevens over busvervoer. En uiteindelijk komen die samen in een dashboard die op dit moment informatie geeft over social distance, over vervoerstromen, over bewegingen op de campus en over aanwezigheid op de campus. Vanuit de dashboard kunnen er relaties gelegd worden, bijvoorbeeld ook met persconferenties die er zijn geweest. Hoe zie je dat terug op de campus? En er kunnen vooruit. Nou, hoe ziet de toekomst erom uit? Ook na COVID kan dit gebruikt worden voor bijvoorbeeld het testen van mobiliteitsoplossingen, het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het verhogen van de verkeersveiligheid. En de wens is er dat bedrijven hierop aan gaan haken om dit verder te ontwikkelen en te innoveren. Haak gelijk ook volgens mij de laatste vraag bij aan. Wat voor nieuwe concepten zijn er mogelijk? Nou, het eerste concrete concept is kijken naar deelfietsen. En kijken of we de rommel van de deelfietsen die overal maar gestald worden kunnen verminderen met slimme data. Heeft het weer ook invloed op de data? Ja, we nemen het weer wel mee in het dashboard. Het staat ook op de actielijst om dat verder te ontwikkelen. En dat kan bijvoorbeeld dan ook in relatie met de NS gelegd worden over de drukte van reizigers daar. Hoe zit het met privacy? Een mooie algemene vraag. Het is open data. En onze 3D-camera's bevatten software waarbij de beelden daadwerkelijk de camera niet verlaten, maar dat alleen de data de camera verlaat. Ellie, dankjewel weer voor deze laatste samenvatting van de vorige samenvatting. Jullie krijgen in ieder geval ook van mij of van ons eigenlijk alles wat Ellie heeft opgeschreven digitaal van ons. We zullen zorgen dat het in ieder geval die kant op komt. Dan wil ik eigenlijk voor vandaag gaan afsluiten. Ik deel heel even het scherm met jullie. Dan, ja, komt ie. We hebben vandaag drie fantastische inspirerende talks gehad. Daarvoor wil ik in ieder geval de gastsprekers heel erg bedanken. Zoals ik net al aangaf, je krijgt van ons van de digitale versie van alles wat Ellie heeft opgeschreven. Heb je nou vragen, opmerkingen, wil je meer weten, heb je meer informatie nodig op wat we vandaag hebben besproken? Mail dan even naar info@firmofthefuture.nl en wij zullen jullie vragen in ieder geval beantwoorden. En dan wil ik tot slot de aankondiging doen voor de volgende Breakfast Talk. Namelijk over het Smart Food System, die zal plaatsvinden op 9 december, weer van 7:30 tot 9. Een aantal van jullie heeft zich al aangemeld voor deze serie, dus die zie ik graag terug. Het is ook nog mogelijk om je aan te melden. We gaan in ieder geval de Future Food Experience doen dan. En we gaan een samenwerking doen met de Universiteit van Wageningen. Dus dat is ook een hele interessante talk. En daar zie ik jullie graag bij terug. Dat was hem vanuit mij. Ik wil Ellie graag bedanken. Ik wil jullie bedanken voor je aanwezigheid en voor je vragen. En dan zie ik jullie graag terug op 9 december. Dank jullie wel. En een hele prettige werkdag. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt en tot ziens. Ja, bedankt. Bedankt. Dankjewel.